Dames en heren, jongens, meisjes. Ja, het, het, het is lekker weer, kijk! Zeker, zeker, het is lekker weer. Het is eigenlijk een beetje pretpark weer. Zo, jongens, oh my god. Woe! Het is eigenlijk pretpark weer. Daarmee wil ik zeggen dat ik in de meivakantie. Eindelijk! Eindelijk! Ga ik een park bezoeken. Een park, meerdere parken. En uh, Hessel en ik hebben best wel plannen. We hebben nog geen co concrete plannen. Meestal dan hebben we zoiets van, nou ja, weet je wat? Uh, we publiceren het niet online. Van we gaan die datum naar dat park, omdat we dan uh, gewoon in alle rust wat kunnen filmen zonder dat heel veel mensen dadelijk ook besluiten om naar zo'n park te gaan en achter ons aan te lopen. Is natuurlijk wel gezellig, maar dat werkt gewoon niet fijn. Dus meestal dan publiceren wij het pas als we in een park aankomen. Uh, Maak een fotootje bij de ingang. Of uh, we hebben toch nog wel eventjes een video van tevoren gemaakt. Van nou we gaan naar dit park toe of we gaan naar dat park toe. Er zijn verschillende parken waar we heen willen gaan. En uh, ik kan een paar aan jullie confirmen. Ik kan een paar bevestigen welke parken dit jaar komen als review. Nou Hessel is sowieso vorige week... Langs geweest bij Toverland. Dus jullie gaan heel veel nieuwe, toffe weetjes te weten komen. Over Toverland. Over de nieuwe uitbreidingen van de twee nieuwe gebieden: Port Laguna en Avalon. Avalon, Avalon. Dat ten eerste. Ik wil sowieso naar Movie Park Germany. Daar hebben ze ook een. Uh, attractie opnieuw gethematiseerd die rivierbootjes maar ik ben nog nooit in die rapids geweest, dus ik weet ook niet hoe het vroeger eruit zag, maar Hessel is erin geweest en wat ik van Hessel heb gehoord heeft hij gezegd dat het echt verschrikkelijk was, het waren gewoon hele oudbollige scènes gewoon, het zag er niet zo heel mooi uit, maar toch een hele leuke attractie dus ik ben benieuwd als ze het gaan vernieuwen, of ze zijn het nu aan het vernieuwen en rond mei gaat het open. Kunnen we dat gelijk oppikken of meepikken? Dat we dan gelijk kunnen genieten van een vernieuwde attractie. En we hopen natuurlijk dat de Ice Age ook nog een keer, uh, ja, dat ze iets met die attractie gaan doen. Hebben we hebben nog een dark ride erbij natuurlijk. Dus sowieso Movie Park Germany. We gaan ook sowieso dit jaar naar Popsa Indoor Coevoorden. Indoor Natuurlijk, elk jaar een plopsa park. En daar kunnen we ook Plopsaland de Pannen bij toevoegen. Misschien zelfs twee keer naar Plopsaland de Pannen. Dat is nog even een. Uh, ja, dat, dat weet ik nog niet zeker, maar waarschijnlijk wel. Twee keer Plopsaland de Pannen. Welk park we ook gaan bezoeken. Natuurlijk gaan we dit jaar ook alweer naar de Efteling. Natuurlijk. Logisch. Hè? Elk jaar ben ik meestal wel in de Efteling te vinden. Is gewoon een heel populair park. Is een heel fijn park. Een natuurrijk park, weet je wel? Je kan er gewoon heel veel dingen doen, dark rides, achtbanen. Er komt natuurlijk een familie -achtbaan. Niet dat we wat kunnen zien van. Uh, nou, we kunnen wel kijken naar het gebied. Hoe groot dat gebied zou kunnen zijn dat we even er doorheen lopen. Dat zou nog kunnen. Dan zit ik even te denken. Ik wil ook naar uh, dit jaar naar Wildlands. Natuurlijk omdat er een nieuwe achtbaan staat, maar eigenlijk ook omdat het dus... Het is een dierentuin gemixt met een pretpark. En ik denk wat meer gefocust op dierentuin dan echt op pretpark. Mensen, ja, ik weet het. Misschien irriteren je wel aan mijn baardje of aan mijn snorretje. Ik moet wel even scheren. Dit is echt gewoon maar drie dagen en dan begint gelijk... Brrr, weet je wel, man. Ik ben een man, weet je wel. Dan groeit het altijd gelijk. Uh, ja, dus Wildlands uh, staat sowieso op het lijstje. Dan ook nog iets: de Amsterdam Horror Dungeon. Dat is ook gewoon een attractie die ik heel graag wil doen op een of andere manier. Maar nu is. Ik heb natuurlijk al een vraag aan jullie. Ik heb nu allemaal parken genoemd. Hartstikke leuk dat we daar naartoe gaan. Is er een park die jullie heel graag willen zien op mijn kanaal? Dat kan een park zijn in Engeland, in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal. Heeft Portugal een park? Ik weet het niet eens. Nou ja, in ieder geval in een. Prepark over de wereld, noem maar op. Uh, laat even een comment achter. Als je met een comment eens bent, geef dan even een duimpje op die reactie. En wie weet, uh, ga ik dat park ook wel bezoeken of gaan we dat even bespreken met Hessel of het haalbaar is met uh, gewoon alles uh, of, de, of we dat kunnen regelen. Dat is de vraag. Maar het leek me leuk om jullie een beetje erbij te betrekken bij de preppark reviews. Maar dan weten jullie eigenlijk een kleine spoiler al. Door die parken die ik heb opgenoemd, dat we dat sowieso gaan doen dit jaar op het kanaal. Ik, ik kan nu ook wel zeggen dat we vorig jaar echt extreem veel parken hebben gedaan. Uh, meer dan ik echt ooit in mijn leven heb gedaan. Dat was echt gewoon een keihard record. Ik denk dat we bijna 14 à 15 pretparken hebben bezocht. Uh, België, Duitsland, uh, natuurlijk gewoon Nederland, noem maar op. En dat, dat is best wel Frankrijk natuurlijk. Ja, dat, dat, zijn, dat is gewoon super gaaf. Dat is eigenlijk een soort record voor jezelf gewoon neerzetten. Ja, nou, dat, 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 dit was het. Laat het even weten in de comments. Bedankt voor het kijken, jullie aandacht. En ik weet dat ik misschien af en toe een beetje veel van die vlogvideo's maak. Maar ik vind het gewoon heel leuk om af en toe te doen. En jullie hebben er ook om gevraagd om gewoon af en toe een random vlog te schieten voor DaVinciL Games. Tot de volgende keer. Even, even nog, hè? Even. Wow! Heerlijk genieten, dit zonnetje. Het zou regenen vandaag, maar dat. Uh, ja, oké. Okay. Ga niet door. Gelukkig maar.